Mevrouw, dag mevrouw, zou ik u een vraag mogen stellen? Ja. Wat betekent tikketie? Hoe? Tikketie. Dat weet ik niet. Tikketie? Tikketie. Nee, ik zou het niet weten. Nee, ik zou het echt niet weten. Wat juist? Tikketie? Geen idee. En als ik het zo zeg? Tikketie! Wat betekent tikketie? Tikketie? Tikketie. Ik zou het niet weten. Is dat niet zo... Laat de indianen niet leren. Tikketie? Aan het tikketie. Maar eigenlijk klinkt tikketie... zo. We gaan ons voorstellen. Goed? Dit is Jan. En ik ben Fien. Jan is mijn oudere broer. Hij is 25 jaar. En ik ben er 21. Deze podcast gaat over hem. Ik maak een podcast over u. Dus ons Jan was geboren, dan weet ik dat vaker langskwam. En dat ik toen zei van ja, wij hebben elkaar al goed leren kennen. Dit is Miek, of Moeke, onze mama. En eigenlijk is dat is vreemd. Want dat heb je niet als een kind geboren wordt. Ik had dat niet bij onze Thijs. Ik had dat ook niet bij u. Ik kende nullen al. En bij onze Jan was er toch precies iets dat ik hem zo moest leren kennen. Maar ja, onze Jan is een ander kind. Naarmate dat hem eigenlijk wat ouder werd, nog altijd een baby, was hem 2 maanden en de huisdokteres kwam. Ik zei tegen haar, ik zeg, ja, wil je nu toch ook eens zien naar onze Jan? Want soms heb ik het gevoel dat hij blind is. Die is niet blind. Ik wist dat hem niet blind was, want soms kon hem wel volgen, maar soms ook niet. Ik vond dat er iets speciaals was. En toen pakte zij onze Jan en ze keek en ze zei, maar nee, zei ze, alles is in orde. En ze gaf hem terug aan mij en ze zei toen, jij twijfelt zo aan dat kind. Waarom twijfelde jij zo aan dat kind? En het is nog zo'n goeieke. En ik ben dan een andere oogarts geweest, die toen zei, hij ziet wel, maar hij kijkt niet. En daar was ik niet goed van. En er was wel duidelijk achteraf gezien iets dat niet klopte. En naarmate de tijd verder vorderde, begon onze Jan niet te grijpen. En ik weet nog heel goed dat ik daar heel hard mee bezig was. En dat ik dat terug en probeer volgen en terug. En dat ik tegen vaken zei van, goh, allee, onze Jan grijpt niet. En boekjes lezen en zien en opnieuw en amai. En ik was daar wel hard mee bezig. Maar op dat moment ook nog niet van, er is hier iets erg mis of zo. Jan, wilt je iets in de micro zeggen? Ik zal dat nooit vergeten. Dat is echt een moment dat voor mij ineens als een
paal boven water stond. En ik weet dat nog goed, dat was op een avond, begin mei. Ik zat in de zetel en ik was terug aan het lezen. We kregen toen ook boekjes aan van Kind en Gezin. Waar het dan ook in staat van, voilà, je kind moet dit en dit en dit allemaal kunnen. En als het dat en dat en dat nog allemaal niet kan, dan mag je toch beginnen zorgen maken. Toen, die avond, was ik er ineens heel zeker van. En ik wist dan ook ineens heel zeker dat dat heel ernstig was. Ja. Jan werd geboren met een zeldzame stofwisselingsziekte. Hij kan weinig zelfstandig. Wij helpen hem met eten, wassen, slapen, aankleden. En hij kan ook niet praten. Ik communiceer met onze Jan door als die tikkie of poeke aanzicht te imiteren soms, waardoor dat je zo het gevoel hebt dat er een soort van gemeenschappelijke band ontstaat. Dit is Thijs, de oudste van ons drie. Hij is 26 jaar. En ja, hoe communiceert je met ons Jan? Ja, zo eigenlijk. En wat verstaan jullie onder poeke A? Rustige vastheid. Dit zijn mama, papa, Thijs en ik. En we praten over u, Jan. Over uw klanken en geluiden. Ja, wij geven een andere betekenis aan als u. Ik heel vaak, ja. Ah, wat heb ik erover gezegd? Dat schijnt jij zo wat... Hoe was het? Jij hebt toen ook tegen mij gezegd dat... ook wel dat wat Thijs zegt, maar soms ook een lichte nervositeit. Een lichte onrust. Ja, maar ik vind dat een poeke A kan gebruiken in verschillende omstandigheden. Ja, ik vind poeke A toch een totaal andere betekenis hebben dan tikke die of een die. Een complexere betekenis. Tikke die is zo eenduidig positief. Ja, dat is eenduidig positief. Ja, en blij en die ook. Maar dat kan ik niet altijd van poeke A zeggen. Van poeke A kan inderdaad dat zo poeke A, zo rustig poeke A. Maar soms kan dat ook poeke A, zo... Dat is exact zelf. Ja, dat kan ook... Nee, dat is niet waar. Nee. En bij ons Jan, net omdat die communicatie niet talig is, gaat hij straight naar de essentie van... Hoe puur dat die band eigenlijk is tussen, dan in mijn geval, mezelf en mijn broer. Gelijk dat mensen die dat heel lang met elkaar samenleven, elkaar niet talig verstaan, aan een blik voldoende hebben om te zien hoe dat een andere zich voelt. Dat is ook een vorm van communicatie die dat er is. Communicatie is niet alleen... is niet alleen talig. Ik ben aan het denken aan nog andere dingen die hem zegt... Dan ja, wij focussen maar... ons zo echt op zo heel... Dan zo eigenlijk wij als Jan, die maakt keiveel geluidjes, maar ik herken eigenlijk alleen poeke A en tikkie. Logisch, denk ik, omdat wij allemaal taal gebruiken en omdat wij gewoon uit al die geluiden daar ons aan vasthangen, omdat dat hetgene is waar wij iets van kunnen maken dat in ons systeem past. Ja, dat is wel waar. Dat is waar. Tikkie! En... Poeke A! Kennen we en herkennen we, maar onze mama, die we Moeke noemen, herkent ook het woord Moeke in Jans geluiden. Wat soms ook zegt is Moeke. Jawel. Moeke, je moet er maar eens op letten. Poeke. Je hebt nog nooit gehoord. Jawel, ik wel. Hij zegt dat wel regelmatig. Het is natuurlijk op een heel andere manier, hè? Omdat onze Jan niet talig is. Dit is Guy, of Vake, onze papa. Hij praat over het oogcontact met Jan. Onze Jan die kent het dan, zo met zijn voorhoofd tegen mijn voorhoofd duwen zo. En dan echt staalhard in mijn ogen kijken, zonder zijn blikken neer te slaan. En ik doe dat dan ook niet. En dat je dus echt in mekaars pupillen zit te kijken. Dus ik ken geen intensere oogcontact als met onze Jan. En aangezien dat onze Jan daar absoluut geen last heeft van ongemakkelijk zijn of enige gêne, gaat dat bij hem ook gemakkelijker. Hè? En ik moet er eigenlijk meer moeite voor doen, maar ik doe dan ook die moeite, juist omdat je dan zo van die
ja, vrij zeldzame momenten hebt, dat je dus echt daardoor het gevoel hebt dat je een heel intens contact hebt met hem. En hoe communiceert jij eigenlijk met ons? Want ik heb aan onze Thijs en Amoeken en Vaken gevraagd hoe dat zij met u communiceren. En zij hebben daar allemaal op geantwoord. Maar hoe communiceert jij met mij of met ons? En voelt jij u begrepen? Ik denk soms dat jij praat met muziek. Klopt dat? Jan pakt nu zijn gitaar en ze valt om. Ze ligt nu plat op de grond. We zijn er bijna. Naar waar gaan we? Naar de muziektherapie. Bij Lotte. Jullie zien een jakje. Ja, hè? Ik denk het wel. Vanaf zijn vijfde gaat Jan iedere zaterdagochtend naar de muziektherapie. Samen met Lotte, zijn muziektherapeute, speelt hij een uur lang muziek. Muziektherapie was in mijn hoofd altijd iets abstracts. Ik had er nog nooit echt over nagedacht en wist ook niet echt wat het juist was. Maar eigenlijk is muziektherapie zoals... Zoals dat je dikwijls in het spreken met iemand toch ook gesprek kunt hebben, daarin helemaal inhoudelijk begrepen kunt worden. Zo kun je het misschien vergelijken met begrepen worden. De muziek geeft Jan taal en laat hem spreken. En Jan praat. Je praat, Jan. En praat. Je praat, Jan. En praat. En praat. Luid. Zachtjes. Luid. Babbelt. Ratelt. En je praat. En praat. En plots vond ik het heel logisch. Eigenlijk is dat zo logisch of zo, want als mensen luisteren muziek en die passen hun muziek ook vaak aan hun gemoedstoestand, mm-hmm. En eigenlijk is het dat bijna. En omdat jij zei dat je die emoties, die je soms, het gevoel dat je soms hebt, maar dat je zo precies nog niet tastbaar onder woorden kunt brengen, mm-hmm. Dat je dat eigenlijk waarschijnlijk al eerder in muziek kunt leggen dan dat je dat onder woorden kunt brengen. Ja, dat is exact wat er gebeurt, ja. En dat is daarom dat dat mensen heel diep en heel enorm op de kern kan raken. Bij de essentie, zo zal ik dat dan maar noemen, van die hun beleving en van die hun zijn. Waarvan ze soms nog niet wisten dat dat er allemaal was. En daar zijn inderdaad soms ook nog niet direct woorden voor. Maar daarom is dat wel kan dat wel een hele mooie vorm van therapie zijn. Omdat je zo onmiddellijk daar bij die kern al zij. Ja. Bij de drijfveren van uw innerlijke wereld, zo.
Jan mist misschien de taal, de woorden, maar hij heeft de muziek. En van 's ochtends tot 's avonds maakt hij muziek. Met zijn stem, met instrumenten en zelfs met instrumenten die er geen zijn. En onze Jan die ging naar die radiator en die begon eigenlijk die gewoon te beschouwen als een harp. Jan is 15 en heeft een afspraak in het ziekenhuis. De wachtkamer zit vol spelende kinderen en wachtende ouders. Tegen de muur hangt een radiator. Dus zo'n lange, werpige radiator en zo nogal een smalle, die hing tegen de muur. En omdat die radiator zo eigenlijk goed, die trilde eigenlijk goed mee, dat was zo nogal een smalle radiator, kon onze Jan dus door gewoon heel zachtjes, je klopte er niet op of zo, maar dat was eigenlijk heel zacht, beroerde die met zijn vingers, zal ik zeggen, zoals eigenlijk de snaren van een harp. Want die muziek die weergalmde door al die buizen, heel dat buizelstelsel van het ziekenhuis. En dat gaf dus eigenlijk een hele mooie nagalm eigenlijk. En onze Jan, die genoot er natuurlijk van. Er waren ook wat kinderen die kwamen meeluisteren, dat was dan wel grappig. Maar hij beschouwde het dus gewoon, die radiator, niet als een verwarmingsonderdeel, maar eigenlijk gewoon als een radiator waar je inderdaad heel mooie klanken uit kon krijgen. En in die zin vind ik onze Jan zijn invalshoeken soms behoorlijk uniek. Jan, ziet jij de dingen anders? Ziet jij de dingen anders dan ik? Soms vraag ik mij dat af. Want ik zou er nooit aan denken om een radiator te zien als een muziekinstrument. Omdat ik heb geleerd dat radiators dienen om ruimtes te verwarmen en niet om op te spelen. Jij? Allee, onze Jan ziet zeker de dingen los van hun culturele functie. Wij hebben eigenlijk geleerd om te leren waarnemen. Wij hebben eigenlijk leren zien dat wij onze waarnemingen omvormen tot symbolische betekenisdragers. Wij zien een lepel, wij leren een lepel zien. Wij zeggen dat is een lepel. Wij leren een boom zien en wij zeggen dat is een boom. En ik denk soms dat onze Jan die symbolische voorstellingen niet ziet. En daardoor de wereld ook wel onbevangener benadert dan wij. En in die zin is dat soms een beetje vergelijkbaar met kunst. Want de kunstenaar die zet de wereld ook op zijn kop. Die doet zo dingen dat mensen zeggen, allee, wat doet die nu? Allee, jong, die maakt muziek met vuilnis. Onze Jan die begint op de radiator met een sleutel te spelen. Dat is in wezen het verschil. Dus ik denk dat onze Jan heel auditief met de wereld interageert. Maar ja, zelfs dat denk ik. Dat is hetgeen dat ik dan zo, als ik naar onze Jan kijk en ik probeer zijn gedrag te begrijpen, dat is iets dat veel terugkomt. Maar om dan te zeggen van ja, dat is nu de belevingswereld van onze Jan. Oh nee, dat is een groot vraagteken. Maar dat is uiteindelijk ook een groot vraagteken bij ons. Kunnen oordelen over de beleving van iemand anders. Want gelijk bijvoorbeeld, ja, in onze Jan's geval was dat het oordeel van de jongen met een beperking. En die jongen was beperkt, dus wij konden die niet begrijpen. Ik heb het gevoel dat dat wel zo het gangbare beeld is over mensen met een handicap. En moeten we dat dan wegzetten? Ja, dat is dat het wegzetten van bepaalde dingen voor orde en stabiliteit zorgt, maar daarom niet voor een beter begrip van wat dat je hebt weggezet. En hebt afgeschilderd als zot of quantité negligeable of gehandicapt. En dan de boek sluit en zegt van hierover lezen we niet meer verder. Want dat heeft ons toch niks te zeggen. Ik denk dat Jan ons heel veel te zeggen heeft. Wat heb ik geleerd door onze Jan? Wat ik zeker geleerd heb, is om van dag tot dag te leven en gewoon te zien van, we zien wel en
we proberen ons niet te veel zorgen te maken over wat er allemaal nog kan en moet komen. Ik zeg niet dat dat erom altijd lukt, maar dat heb ik zeker wel geleerd. Ons Jan heeft ons ook veel trager doen leven. Wij zitten helemaal niet in die rat race, of veel minder in die rat race. Waardoor ons Jan verplicht u om uw leven veel trager te maken, want hij kan niet mee. Hij kan anders niet mee. Dus uw leven gaat ook veel trager en ik vind dat ook een zegen. Dat is ook iets heel schoon. Ja. En ik vind, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind, je kiest daar niet voor. Hè. Je wilt dat je kinderen gezond zijn en je wilt graag gezonde kinderen. Uiteraard. En natuurlijk had ik veel liever gehad dat onze Jan gezond was. Maar het is nu niet zo. En dat heeft ook heel schoon kanten. Er zijn ook dingen die je op een bepaalde manier ervaart, die je anders niet zo ervaart. Het maakt de dingen veel intenser. Ik kan zeggen dat ik een heel intens leven heb gehad en nog altijd heb. Ja. Je kunt een liedje heel eenvoudig zingen. Alleen maar met een stem en verder niets. Je kunt er ook iets anders bij verzinnen. Zo hoor je nu bijvoorbeeld een bassist, pom pom. Een drummer mag er ook daarbij gaan horen. Dan voelt die bas zich niet meer zo alleen. Dit liedje is nu nog maar net begonnen. Overstaat al een orkestje om ons heen. Hey. Heen. We missen nog een man aan de piano. Die zit geloof ik nog op het toilet. Daar is hij al, nu kunnen we beginnen. Hé, hey, kijk, daar heb je Jos op zijn trompet. Trrr, toe, toe. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Wat betekent tikketie? Wat betekent tikketie? Tikketie. Ik zou het niet weten. Is dat niet zo... Ik laat de Indianen nemen. Tikketie. Aan een tipi. Dat is... voor mij is dat de uitgesproken vreugde. De meest pure uitgesproken vreugde. Tikketie betekent dat de dingen goed gaan. Wat betekent dat? Tik-tik.